Yo kijkers, en welkom terug bij een nieuwe FIFA 19 FC Emmen Coach to Glory. Zware wedstrijd op programma hier zie ik al. De Eindhovenaren, PSV. Dit wordt pittig. Helemaal als je kijkt naar hoe dit seizoen tot nu toe gaat. We hebben pieken en dalen. We staan op het moment 9e. Dat is wel in ieder geval wat het bestuur wil. In de bovenste helft geloof ik dat het was. In de bovenste helft. Top, dus dat gaat wel lukken, weten we nog niet. Want we zitten nog niet eens op de helft van het seizoen, het is nog vroeg. Maar we zijn op weg, we zijn op de goede weg. Laten we dat kunnen we gewoon zeggen. Nu is PSV dus de wedstrijd. Hopelijk kunnen we op zijn minst een puntje pakken. Laten we hem gaan spelen. Alright, here we go. PSV Eindhoven. We spelen ook nog eens uit. Dit wordt een pittige pot. PSV mag aftrappen. En dat hebben ze gedaan. Oh jeetje, ze komen er wel heel gauw doorheen hier. Oh jeetje! Oh! Meteen overal gaten tegen PSV. Dat is geen goed teken, direct na de aftrap. Oh, wat een paaswerk. Daar is weer een schot in de handen van de doelman. Hé, pak die bal vast, dankjewel. Daar is weer een schot van PSV. Weer onze doelman met een redding. Jeetje, 10 minuutjes speeltijd erop. En PSV is aan het jagen. Die ruiken bloed of zo. Die ruiken dat ze beter zijn. Oh, ik kom niet eens aan aanvallen toe. Hier gaan ze opnieuw. In de aanval vanaf de vleugel. Oh jeetje, wat een paaswerk. Hier zijn we op de vleugel. Misschien kunnen we eindelijk iets opzetten. Hopelijk geeft hij goed voor. Nee, totaal niet zelfs. Totaal niet. En dan is de aanval over. Oh, de keeper moet in actie komen en ze schieten naast. Wat een geluk hier. Oh. Ja, geef maar, Gil. Ik moet wel wat harder spelen, want anders komen ze constant door. Oh. Hier zijn we op de vleugel. Marines, je hebt de bal bezit. Oh, dit is geen slechte voorzet. We koppen zelfs. Oh. We hebben een corner gewonnen. Dat is wel fijn. Misschien kunnen we er iets uithalen. Ik zou het zeer mooi vinden als dat kan lukken. Jansen neemt die hoekschop. We wouden koppen, maar komen er niet aan. Uh-oh, PSV met de schop. Oh, we zaten er nog aan. Het is terecht dat ze voorstaan. Ze hebben veel meer kans gehad en zetten veel meer druk. Maar dat het dan met zo'n kut goal gaat waar we nog aan zitten met de voet... Althans, dat idee had ik. Dat leek zo. Maar nou gaat het goed zien. Zaten we eraan. Ja, van richting veranderd. Dan rolt die bal nog zo sloom. Keeper had volgens mij niet eens per se hoeven duiken. Die kon gewoon naar links lopen en die bal pakken. Althans, dat idee had ik. Maar ja, dat is makkelijk praten achteraf. Oké, voorgeven nu. Wordt weer weggekopt, tuurlijk. Daar is een schot. Weet je, we moeten van afstand schieten, want ik kom niet in de buurt. Maar het zijn geen echte kansen dit. Oh, ik word eraf gespeeld. Ik word van de mat gespeeld. Wat gaat PSV hier doen? Oh, daar is dat doen ze netjes. Goed zo doen, man. Lekker keeper. Behoud het nog even klein. Wie weet kunnen we nog een puntje pakken als we een keer fatsoenlijk kunnen aanvallen. En what the fuck was dat? Oh joh, is die sneller? Nee, maar hij wint wel weer duel. Oh, ze schieten ernaast. Zaten we daar aan? Corner, oké, blijkbaar. Kom, pak die bal nou af, dank je. Yo, panel! Hij legt ons neer! Dit is de kans voor de gelijkmaker. Oh, ik ben nerveus als fuck. En dan kan een keer belangrijke penalties heb gemist. Oh, Sierhuis. Sta jij klaar? Nee, Jansen. Ik twijfel. Ga ik Sierhuis of... Ah, Jansen is al beter. Volgens dit ding. Ik ga voor die hoek. Kom op. Kijk lekker de tyfus. Krijg lekker de tyfus. Oké. Oh. Nou ja, corner. Ik wou hem helemaal niet achter de lijn koppen. Ik wou hem gewoon naar voren koppen. Maar ja, dat kan niet altijd. Hoekschop hier van PSV. Keeper bokst goed weg. Kom op.
We houden het op een 1. Weer goed geblokt. Nou ja, goed. Het is gewoon geblokt. Nieuwe corner hier. Weer voor PSV. En dat is wel een weer, want die hebben zoveel gehad deze wedstrijd. Oh, dit ziet er goed uit. Hier is Niemeyer. Haal maar uit. Ja! 1-1. Fucking laatste minuten. Afstandsschotje met Niemeyer. Bam! Toch een punt als we pas houden. Jeetje, wat een wedstrijd. Ik lig onder vuur, maar Niemeyer hier. Godsgruwelijk belangrijk. Ik had zoiets van, ik moet schieten, want die verdediger kwam dichterbij. Ik haal hem aan. En hij krult die bal de kruising in. 1-1. Lekker doelpunt hoor, Niemeyer. Godverdomme, wat een held. Oh, misschien nog een late kans? Nee. Het zou toch mooi zijn geweest als dat stunten. Nu zetten wij druk. Het is nog geen tijd. 1 minuut. Kom op, stunten. Al denk ik niet dat het gaat lukken. Het zou toch grandioos zijn als het lukt. Oh, we zijn langs Biemen. Oh, close, close, close. En dan fluit de scheids af. Struikel bijna op mijn woorden heen daar. Wat een wedstrijd, wat een wedstrijd. Ik ben blij met dat ene puntje. PSV had te moeten winnen. Dat hadden ze zwaar verdiend met hoeveel beter ze waren. Maar oh, ik ben blij met het puntje. Oh, het voelde als een overwinning voor mij. Nou, op naar de volgende wedstrijd. Nou, terug op het hoofdmenu. Hebben de trainingen hier gedaan. Sierhuis is gegroeid, geloof ik, dat idee. Ik heb het even niet goed gezien. Maakt ook allemaal niet heel veel uit. Want we gaan gewoon simuleren. Ze zijn toch allemaal op huurbasis. Hopelijk kunnen we weg na 1 seizoen hier. Want ik heb moeite met het team. We staan 10e. Dat is niet echt meer in de bovenste helft. Dus we moeten punten pakken. Venlo is next. En Venlo staat 1 plek onder ons. Hetzelfde aantal punten. Dit is wel een titanenstrijd daar in het midden. Alles is close. Het kan alle kanten op. We moeten hier gewoon een overwinning pakken. We hebben die 3 punten nodig. Let's do it. Tegen Venlo gaan we winnen. Alright, here we go. Venlo. We skippen dit gebeuren. Gaan direct naar de aftrap die wij mogen nemen. En we zijn begonnen. Het is alsof mijn team er zelf ook meer zin in heeft. We gaan direct aanvallen. Helaas wordt het schot op de laatste seconde geblokt. Het werkt ook nog. Oh, paas hem door. Prachtig. Lekker emmen. Oh, dat was een vroege kans op de 1-0, zeg. Dat was een hele vroege kans op de 1-0. Maar hij poeiert hem even naast. Jammer. Uit. Oeh. Venlo komt dan tegen ons niet te gaan spelen toe. Nou, net alsof wij de PSV zijn van de vorige wedstrijd. Tegen een zwak spelend Venlo. Corner. Daar, corners zijn niet echt onze sterkste punten. Laten we daar maar op houden. Dat was erin, leek een goede voorzet te zijn, maar niemand komt er echt aan. Goeie paas naar Marines. Geef hem in 1 keer voor. Koppen ze achter de lijn. Hebben we een nieuwe hoekschop. En dit bedoel ik, we zijn constant aan het aanvallen nu. Je merkt zoveel verschillende tegenstanders en de bal belandt in de handen van de doelman. Oké, ik had niet verwacht dat ze die bal achter de lijn zouden laten gaan. Wel, ik neem de corner wel weer. Keeper bokst weg. Ik wil het eigenlijk beamen van een afstandje of zo. Chong hier nu in de aanval. Paast hem door. Marines moet hem ook pasen. Sierhuis hier. En dan de van de doelman. Oh, goede run van Tjerny. Sierhuis met het schot. Wordt daar geblokt. Hebben we weer een hoekschop. Kansen zat. Kansen zat. Nou nog een keertje afronden. Maar die hoekschop belandt in de handen van de doelman. Oké, Chong hier. Daar is Jansen. Haal me uit, jongen. Naast. Leek een redelijke kans te zijn, naar mijn mening. Uh-oh. Oh mijn god. Dit is een fucking grap. Ik val de hele tijd aan. Raak geen drol. Venlo. Eerste kans in de hele wedstrijd. Einde van de eerste helft. Doelpunt. Kut. Oh, daar is een balletje naar Tjerny. Kapt hem goed uit. We moeten even op zoek naar de ruimte hier. Oh, nu uithalen. Nee! Oh, wat een pech. Klok op de vleugel hier. Moet hem voorgeven. Oh, dit is niet slecht. En dan schiet je hem zo slap in. Sierhuis. Jongen. Ik heb genoeg kansen gehad voor in het begin een voorsprong. En nu onderhand ook een gelijkmaker. Dit gaat
Niet goed tot nu toe. Meegeven. Jansen nu. Wordt aangeraakt. Was ook een lastig hoekje, dus dat neem ik hem niet zozeer kwalijk. Jansen die ook de hoekschop neemt. Koppen we. Weer die fucking doelman. Ik ben helemaal niet goed, jongen. Zo'n kutwedstrijd. Of kut. Zware wedstrijd gaat tegen PSV. Ik had van Fendo, dat doen we wel even. Oké, Sierhuis nu. Hè? Godverdomme, man. Duurt even. Maar eindelijk gelijk. Eindelijk. Poppel. Nou wil ik nog een voorsprong. Ik wil deze wedstrijd nog steeds winnen. Tegen teams als Fendo, de kleinere teams van de Eredivisie, moeten wij gewoon die punten pakken. Dat moet gewoon. 1-1 in ieder geval door Sierhuis. Als Sierhuis is er weer door. Geplaatst schot nu. Naast. Kom op, schieten. Hij ging ook neer. Ik hoopte op misschien wat meer voordeel daar in de 16. Al hebben we al gezien dat ik geen held ben in penalties. En daar komen we niet aan de corner. Oh, crap. Ik speel aanvallend. Countertje van Venlo. Daar is de voorzet. Niemand. Maar ook echt niemand komt eraan. Oh, ik hap te veel. Uh-oh. Uh-oh, dit is niet goed. Ah, voor ze verkloten het. Vrije trap hier. Gevaarlijke plek voor Venlo. Eens kijken wat we ermee gaan doen. Een schot gaat naast. Ah, nou meegeven daar. Sierhuis, doe het! Ja! Sierhuis, helpt! Yes! 88ste minuut. Sierhuis, twee keer in deze wedstrijd belangrijk. Man of the match sowieso. Winnen doelpunt, hoop ik. Je weet me nooit. Maar, yeah! 2-1, de drie punten komen eraan. Oh, wauw, geen buitenspel. Tjerny, kan je ook een puntje pakken? Ja hoor, ook Tjerny. Pak nog even zijn doelpunt mee. Laatste twee minuten. Venlo, alles op de aanval. Zoveel gaven. Dat is zo mooi. Wanneer teams dat doen. En zo is nu de overwinning helemaal vast en zeker. Ja, ja. Het zijn de Ajax-sieden die ons hier even uit de brand helpen. Twee keer Sierhuis, één keer Tjerny. Not bad. En dat was het alweer. De wedstrijd tegen Venlo is gespeeld en de drie punten zijn binnen. Hadden we hard nodig om in de bovenste helft van de ranglijst te blijven. Nou, zijn we dan een hoofdminuutje. We gooien er nog even een training tegenaan. Zoals altijd is gewoon weer nodig. En Boadu gaat op zich wel redelijk. Ook bijna 70 algemeen scherpen. Gaat richting de 72. Het gaat oké, okay, het gaat oké. Okay. Dit was in ieder geval deze video, want twee wedstrijden gespeeld. Ik heb niet het is lang zat, laten we eerlijk zijn, dan een soort Nederlandse video. Wat willen jullie gaan doen met de beker? Normaal gesproken met Ajax simuleer ik de beker altijd. Aan de ene kant wil ik hem nu nog steeds simuleren, aangezien ik Emme. Ja, het zou wel een stunt zijn, maar ik vind het niet echt een beker, een serieuze... kandidaat om de beker te winnen, realistisch gezien. Maar hey, wie weet, hebben jullie zoiets van, doe wel een poging, dan kan ik het op zijn minst proberen. Laat dat weten in de reacties, laat een like achter als je het leuk vond. En ik bedank jullie voor het kijken en al jullie support. Tot de volgende keer graag weer. Laters.